Wow, dat... Ah, nee, nee, nee! Nog een leven, oh! We gaan niet de goede kant op. We gaan niet de goede kant op. Wat is up, mensen? En welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag is het tijd voor de ultieme challenge. De challenge der challenges. En dan heb ik het natuurlijk over de probeer geen woord te zeggen challenge. We hebben deze challenge al eerder gedaan en zwaar onderschat. Dat doen we deze keer niet. We weten wat ons te wachten staat. En het concept is eigenlijk super simpel. We gaan filmpjes kijken en we mogen geen wow zeggen. En om het wat spannender te maken, zou ik mezelf 5 levens geven. Dus elke keer als ik wow zeg, gaat er een leven vanaf. Zijn alle levens op? Dan stopt de video. Maar voordat we beginnen, volg me trouwens ook nog even op Instagram @hanwee. En dan is het nu tijd om deze challenge officieel te starten. Orgies in en let's go. Dit keer zijn we voorbereid, mensen. We gaan dit niet meer onderschatten. We got this. Yeah. Wat is dit? Hij injecteert een vloeistof met inkt? Huh? Of is het een soort ballon of zo? Oh, dat is best schattig. Ze maken Pikachu hoedjes. Oh, best makkelijk ook. Kijk hoe cute. Pikachu vingerhoedjes. Een grappig feit. Ik maakte vroeger ook altijd origami. Even kijken of ik nog wat heb liggen. Eventjes later. Oké, okay, ik heb 1 ding gevonden. Dat is deze soort magische bal of zo. En check. Woop. 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 Van 1 vel papier gevouwen. Ik deed die shit vroeger ook. Ik was ultra-Aziatisch, oké? Okay? Maar laten we doorgaan met de video. Oh, dit vind ik altijd zo chill om te zien. Woop. Nah! Nee, niet de gosh. Oh mijn god, mensen. Oh, dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed. We hebben nog 4 levens. We zijn letterlijk net begonnen. Ik moet weer even in die niet-wee-mode komen. Oh, ik wilde dus zeggen, kijk hoe cool. Al die kleuren. Maar ik gebruikte per ongeluk het woord. Ik ben echt niet gemaakt voor deze challenge. Oh. Oké, maar het is goed. Het is goed. We hebben nog 4 levens. Dit was even een inkomertje. Komt allemaal goed. We gaan weer door. Zeepkunst. Dat is ook echt ziek. Holy shit. Het ziet er ook gewoon echt super nice uit. Dat is echt insane. Oh. Regenboogpoep. Yeah. Ik bedoel regenboogscheet. Yeah. Oh, dit is zo'n ultra realistische tekening. Dat vind ik ook altijd vet. Dat is toch echt ziek. Nee. Bij, vlieg weg. Snel. Gaat dit een taart worden of zo? Of, oh. Dat is geen taart. Huh, wat is dit? Het ziet er wel sick uit, though. Ik weet niet wat het is, maar nice. Oh, dat is ook nice. Een aardbei in water, oké. Okay. Oh, huh? Het zit nu ook in zo'n soort rare bubbel of zo. Wat zijn die bubbels toch, mensen? Dat is zo raar. Huh? Dat is echt ziek. Ik zei het bijna, ik zei het bijna. Maar ik heb nog nooit zo'n suikerspin gezien. Dat is echt sick. Wow, wow, wow. Ah, nee, nee, nee! Nee, ah shit. Ik wil zeggen, besef, we kijken naar een aap. Waarom heeft die persoon een aapkostuum aan? Oh, ik moet erop letten, man. Ik moet er echt op letten. Het zijn gewoon dat soort onverwachte dingen die me afleiden. Ik bedoel, waarom is deze persoon verkleed als een aap? Hallo. Ah, nog 3 levens. Ik moet eerlijk zeggen, we gaan niet goed. We gaan zeker niet goed. Dan probeer geen A te zeggen, challenge was veel makkelijker. Huh, was dat nou gemaakt van tomaat? Oké, dus eerst snij je de tomaat, dan leg je ze neer. En dan maak je gewoon vormpjes van of zo. Oh, hij rolt ze dicht. Oh, dat is ook best wel ziek. Deze komkommer ziet er echt best wel freaky uit. Met al die stekeltjes. Ik vond de tomaat toch wat cooler. Oké, okay, waar kijken we nou weer naar? Hij smeert allemaal spul op een groente of fruit of zo. Huh? Oh, hij maakt er een gezichtje van. Huh? Nepwippers zelfs. Oh. En dan zijn we eigenlijk best ziek. Nee, hé, waarom kill je hem? Hé, arme meloen. Een mais milkshake. Waar gaan we nou weer naar kijken? Wacht, Oké, laat me dit goed begrijpen. Hij stopt de mais in een mixer zodat het vloeibaar werd. Daarna gooit hij de vloeistof weer in een maiskoolvorm. En nu heeft hij jelly mais dat gemaakt is van mais. Wat is dit? Wat is dit? Waar kijken we naar? Oh, dat is weer het rare waterspul. Wat is dit voor spul? Als jullie weten wat dit is, laat het achter in de comments, want ik weet het nog steeds niet. Ziet er wel cool uit, though. Ja, dit is weer dat waterachtig spul. Oh, ze gaan er en met een injectienaald dingen inspuiten. Lijkt net een of andere gekke operatie of zo. Ah, ben ik de enige die van die naalden ook altijd zo naar vindt om naar te kijken? Like, ze spuiten niet per se in een persoon, maar toch, eh. Oké, hier maakt hij ook weer van die balletjes. Weer met de naald.
Deze naald is alleen nog iets enger of zo. Want hij is dikker. En wat is dit? Wat gaat dit worden? Een taart. Dit wordt een taart. Ik voorspel het. Wel een hele donkere taart. Maar volgens mij wordt het taart, toch? Oh, dat is geen taart. Volgens mij is dat gewoon een steen. Nee, dat wil je niet eten. Oh, dit is best wel vet. Hij maakt van elk nummertje een voertuig. En is ook elke keer een ander voertuig. Oh, dat is echt ziek origineel. Ja, dat vind ik leuk. En dit is wel een taart, toch? Dit is wel een taart. Kom op, als dit geen taart... Juist, dit is de taart. Let's go. Als dit weer een steen opeens gaat zijn, hè. Hey. Oh, nu heb ik zin gekregen in taart, mensen. Nee, hou mee, nee. Afblijven. Oh, het is een zonnebloemtaart. Oh, ik zei het bijna. We waren close. Maar dat is wel heel erg ziek, dan. Ook origineel. Huh? Wat is dit dan? Dit voelt ook zo rustgevend of zo. Oh, huh? Slaat ook rook achter, huh? Wow, dat... Ah, nee, nee, nee! Nog een leven, oh! Nah! Oké, okay, we gaan niet de goede kant op. We gaan niet de goede kant op. We hebben nog 2 levens over. Oh, nee, 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 nee. Het begint spannend te worden. Oké, okay, Hanwee, je moet het sowieso overleven totdat je video 10 minuten heeft bereikt. Maar ik wilde dus zeggen dat dat echt een ziek grote courgette is. Ik heb nog nooit zo'n grote courgette gezien. Of is het geen courgette? Oh, volgens mij is het gewoon een meloen of zo. Ik heb voor niks een leven verspild. Of is het donut? Of is het pudding? Nee, dat is pudding. Of is het wel donut? Ik weet het niet, mensen. Oh, dan gaat dit weer een soort kunstwerk worden of zo. Oh. Oké, okay, en nu kijken we weer naar een tekening of zo. Gaat dit ook weer iets speciaals worden? Oh, dat is net zoals die unicorn. Regenboogkots, yeah. Oh, huh? Dat is wel ziek. Dat is wel ziek. Vloeibaar regenboogkots. Yeah. Oh, hebben we nou weer zo'n waterbubbel ding? Ja, ja, weer met die naald. Is dit een trend of zo? Elke keer komt die naald weer terug. Maar dit keer zit er een ijsje in. Ik wil echt weten wat voor spul dat is. Dus als je het weet, laat het alsjeblieft achter in de comments. Dit gaat een hartje worden. Ah, oh, dat vind ik cool. Dat vind ik cool. Regenbooghart. Nee, oké. Okay. Ik weet niet, nu verwacht ik bij elke tekening automatisch een regenboog of zo. Een cake is dit. Oh, net te laat. Of huh? Nee, dat, huh? Die zag er wel echt heel echt uit, though. Oh, dat lijkt echt net een spons gewoon. Ik vraag me nu ook wel af wat dit is. Volgens mij gewoon een toetje of zo. Oh, daar is onze taart van het begin. Oh, ja, het is wel een taart. Ik had gelijk. Het was geen steen. Yes, ik ben niet gek. Het was gewoon wel een taart. Of een cake, of wat je het ook wil noemen. Ik had het gewoon goed. Een ijsblok. Oh, dat ken ik. Dan gaan ze van ijsblokjes gaan ze art maken volgens mij ook. Oh, dat wordt sowieso een diamant. Volgens mij heb ik dit al gezien. Maar het blijft wel vet, hoor. Daar maken ze gewoon een diamant van, inderdaad. Ja, kijk, het is gewoon een diamant. Ook ziek hoor, hoe mensen dat doen. Nice. Oké, wat is dit? Wordt dit weer een taart of zo? Oh, nee, nee. Nee, ik zei dat niet. Ik was op de helft ervan. Dat telt niet. Ik was op de helft ervan. Oeh, lekker alweer. Op tijd gestopt. Yeah. Is dat letterlijk ook een stuk sla? Ja, toch? Dat is ook wel echt ziek. Ze maken gewoon een man uit een stuk sla. Oh, shit. Oh, kijk, hier hebben we deze guy weer. Aapman. Nee, nee, nee. We gaan het niet nog een keer verspillen bij jou. We weten al wat je gaat doen. Suikerspinnen maken. Oh. Maar hij maakt dit keer een andere suikerspin. Een konijntje of zo. Oh, oh, dat is geen konijntje. Laat maar. Een sneeuwpop? Gaat hij nou stickers op een suikerspin plakken? Oh, dat is best wel cool, though. Kijk, kijk. Hier is onze regenboogkunst weer. Daar hebben we er heel veel van deze video. Oké. Okay. Wat gaat dit worden? Huh? Verft hij nou gewoon weer over de regenboog heen? Oh, het wordt een waterval. Ja, ja. Regenboogwaterval. Oh, best ziek. Wat is dit dan? Oh, dat is geen... die ziet er niet... Oh, die ziet er toch best wel smakelijk uit. Ik wil net zeggen, dat ziet er niet smakelijk uit. Psych, ik had het mis. De binnenkant ziet er toch best cool uit. Wow, wat is dit dan weer? Oh, nee. Oh, shit. We zijn het. Oh. Oké. Eén leven. Super focus. Super. Dit was niet nodig. Dit was echt niet nodig deze keer. Dit was echt niet nodig. Het was het gewoon echt niet waard. Oké, oké. Slecht. Stout alweer, stout. Wat is dit dan? Waar wordt die gemaakt? Ik weet niet wat het is, maar het is wel cool. Wat gebeurt er? Hoe deed je dat nou weer? Oh, dat soort planten ken ik. Als je die aanraakt, gaan ze helemaal dicht. Oh, die gaan niet helemaal goed dicht. Mensen,
Het is ons eindelijk gelukt. We hebben de challenge voor het eerst eindelijk een keer gehaald. Yes! Yes! Ik wist wel dat ik het in me had. Ik heb in totaal 4 verschillende video's gekeken. En uiteindelijk heb ik 1 leven over. Precies genoeg. In ieder geval, like deze video als je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En yo, dan zou ik zeggen later. Joep.